Hey meiden, leuk dat jullie weer kijken. Dit is helaas alweer de allerlaatste video in deze serie. Ja, maar we hopen natuurlijk dat jullie ontzettend veel geleerd hebben om nu een topbruiloft te gaan plannen. In deze video gaan we het hebben over een heel onromantisch onderwerp, namelijk trouwen op huwelijkse voorwaarden. En omdat wij daar niet zoveel kaas van hebben gegeten, zijn we naar iemand toegegaan die dat wel heeft. Hoi. Dag. Carlijn Bouwens. Marit. Goed dat jullie er zijn. Kom erin. Dankjewel. We zijn bij Carlijn Bouwens. Zij is advocaat familierecht bij Van Bentum en Keulen. En we gaan het vandaag hebben over huwelijksvoorwaarden. Carlijn, huwelijksvoorwaarden is niet echt iets wat mensen heel romantisch vinden om het over te hebben met elkaar. Waarom is het toch goed om er zo voor na te denken met z'n tweeën? Ja, wat je zegt klopt echt. We horen het ook altijd van mensen. Mensen vinden het helemaal niet romantisch om het daar samen over te hebben. En ik begrijp dat ook wel, maar ik denk toch dat het goed is om ook samen te praten over hoe je financiën wil regelen. Dat is tijdens het huwelijk van belang, maar ook op het moment dat je onverhoopt toch misschien zou gaan scheiden. De meeste mensen blijven bij elkaar, maar soms komt het toch eens echt scheiding. Dan is het goed om erover te hebben nagedacht, denk ik. En welke mogelijkheden zijn er dan allemaal? Ja, op het moment dat je niks regelt, dus je gaat niet naar de notaris van tevoren, ben je automatisch in gemeenschap van goederen getrouwd. Dat betekent eigenlijk dat alles van jullie samen wordt. Dus alle bankrekeningen, al het geld wordt van jullie samen, maar ook aan de andere kant alle schulden die er zijn. Dat kan een keus zijn, maar dan moet je wel goed van bewust zijn dat dat ook de consequentie is. En als je eerst naar de notaris gaat, dan spreek je af dat je om huwelijksvoorwaarden gaat trouwen. En daarin zijn eigenlijk drie hoofdsmaken te bedenken. Het eerste is een periodiek verrekenbeding. Dan spreek je af dat wat er overblijft van je inkomen alsnog wordt verrekend tussen jullie samen. De andere optie is dat je een finaal verrekenbeding afspreekt. En dan spreek je eigenlijk af dat je bij scheiding alsnog gaat afrekenen alsof je gemeenschap van goederen was getrouwd. Maar dan heb je niet die aansprakelijkheid voor schulden tijdens het huwelijk. En de andere oplossing is, koude uitsluiting heet dat eigenlijk. En dan spreek je af dat eigenlijk alles van jullie apart blijft. Dus wat van jou is, blijft van jou. En wat van hem is, blijft van hem. CD van mij, CD van jou. Eigenlijk wel. Ja, klopt. Hey, en stel nou, je hoort vaak mensen zeggen van, nou, ik heb een eigen bedrijf, dus ik wil graag huwelijkse voorwaarden. Ja. Maar wat nou als het niet zo is? Je hebt geen eigen bedrijf, je hebt gelijke inkomsten. Ja. Waarom zou je dan huwelijkse voorwaarden afsluiten? Als je zelf dat niet wil, dan moet je het niet doen. Maar ik denk dat het wel verstandig is om, wat we net bespraken, die schulden te kunnen uitsluiten. Op het moment dat je geen huwelijksvoorwaarden afspreekt, worden de schulden van hem ook eigenlijk jouw schulden. En op het moment dat de ander failliet gaat, ga je, als je gemeenschap van goederen bent getrouwd, mee failliet. Ja. Dat gaat natuurlijk best wel ver. En als je vindt dat dat zo hoort, omdat dat bij een huwelijk hoort, dan mag dat van mij prima. Dat is geen enkel punt. Alleen je moet je er wel van bewust zijn, denk ik. Dat dan is hoe het gaat lopen. Ja, precies. Ja. Nou, als je dan besluit, we willen eigenlijk er wel eens in verdiepen. Laten we eens een afspraak maken met de notaris. Yeah. Je bent helemaal niet bekend in notarisland. Nee. Waar moet je beginnen? Hoe werkt zoiets? Ja, er is een soort keurmerk voor notarissen, een soort vereniging, dat is de EPN. En daar zijn notarissen verbonden met bepaalde kwaliteitseisen. Dus dat zijn, vinden wij, goede notarissen die goed met jullie meedenken over de afspraken die jullie willen gaan maken. En die gaan dan met jullie zitten en dan moeten jullie vertellen eigenlijk hoe je wil dat het eruit komt te zien. En die gaat dan met jullie meedenken over wat voor jullie het goede format zou kunnen zijn. Ja, precies. Ja. En wat voor soort kosten zit je dan een beetje aan te denken? Ja, dat is wel lastig. Op het moment dat je gewoon een gewone notaris op de hoek misschien zonder die kwaliteitseisen neemt, dan ben je misschien €500 kwijt. Mm-hmm. En als je een iets betere notaris zoekt, dan zal het ook wat duurder worden en dan ben je misschien €2000 kwijt. Maar dat komt gewoon omdat hij misschien meer gesprekken met jullie zal plannen en beter op jullie wensen zal inspelen. En dat kost dan ook iets meer geld. Maar ik denk dat dat de moeite waard is. Nou, heel verhelderend. Carlijn, dankjewel. Ja, dankjewel. Graag gedaan. Zo, ik heb best veel geleerd vandaag. Ja, anders ik wel. En we hopen natuurlijk dat jullie ook veel geleerd hebben. En ging het nou wat te snel, dan kun je alles nog eens rustig nalezen op onze website. En heb je dan nog vragen, dan horen we dat natuurlijk graag. Wij zijn er om jou te helpen. Voor nu willen we je succes en heel veel plezier wensen bij het plannen van jullie bruiloft. En hopelijk zien we je snel weer op onze website of social media. Zien we je daar. Doei!